Ja, leuk dat mijn collega's zo enthousiast zijn, voorzitter. Maar het kabinet is er gelukkig wel. Ik zie ook heel veel collega's zitten gelukkig. Dus. Gaat uw gang. Voorzitter, als oppositiepartij mag oppositie worden verwacht. Dat betekent overigens niet dat wij standaard overal tegen zijn. Het kan voorkomen dat wij een wet goed vinden en dan zullen we ook voorstemmen. In het democratische proces rondom de totstandkoming van deze wet is naar mijn indruk heel veel misgegaan. Voorzitter, het spijt me, mijn excuses gaan op dit moment uit naar mijn medewerker dat ik hem opgedragen heb 110 A4 aan spreektekst te produceren. Voorzitter, ik heb me ook ingeschreven voor 10 uur. Boos over het proces, boos over de macht die op ons uitgeoefend is. Boos dat soms VVD en PvdA met voltallige leden naar de commissievergadering opkwamen draven om dit proces door te drukken. Voorzitter, maar met 10 uur, en ik twijfel tot op dit moment nog over of ik dit 10 uur ook vol ga maken. Met 10 uur voorkom ik niet dat deze wet er doorgedrukt gaat worden. Immers, tot en met het einde van het jaar hebben we nog zo'n 250, 60 vergaderuren hier plenair. Voorzitter, ik heb het idee aan een wedstrijd te beginnen die ik op voorhand al verloren heb. Voorzitter, de reden waarom ik vanmorgen voorstelde dit debat uit te stellen is omdat deze wet zoveel losse eindjes heeft. De transitiearrangementen noemde ik al, die zijn niet bekend. Rijk, provincies en gemeenten kwamen er eigenlijk niet uit. Hop, daar waren de transitiearrangementen. Maar die arrangementen zijn niet bekend en we kunnen er dus ook geen oordeel over vellen. En de beoordeling over die transitiearrangementen door de transitiecommissie stelselherziening jeugdzorg is ook niet bekend. En ook daar kunnen we dus niet betrekken in ons oordeel. De kosten van het hele proces, de frictiekosten, zijn niet bekend. Er zijn wel grote vermoedens van het omvallen van jeugdzorginstellingen. We weten nu al dat contracten niet worden verlengd van jeugdzorgmedewerkers. We weten dus ook niet, maar de vermoedens zijn wel groot, dat nog voordat deze wet van kracht wordt, eigenlijk de zorginfrastructuur al op zijn gat ligt. Hoe die frictiekosten verdeeld worden over rijk, provincies en gemeentes en aanbieders is niet bekend. Ook daar kunnen we geen oordeel over vellen. Het budget voor de jeugdhulp zelf per gemeente is nog niet bekend. En ook daar kunnen we dus geen oordeel over vellen. De samenhang met de nieuwe WMO, de participatiewet, de kern-AWBZ is allemaal niet bekend. Ook daar kunnen we dus geen oordeel over vellen. Voorzitter, het aanvankelijke idee om de jeugdzorgbudgetten van 5 financiers over te dragen naar 1 gemeente, daar waren we het eigenlijk met z'n allen wel over eens. Maar wat er nu gebeurt, is dat vanuit die gemeentes de jeugdzorg op wijkniveau, gemeenteniveau, subregionaal, regionaal, bovenregionaal, landelijk niveau geregeld gaan worden. En daar komt ruzie van. Daar komt ruzie van tussen gemeentes. De ene gemeente zegt, ik heb geen kinderen met een licht verstandelijke handicap. En de andere gemeente zegt, ja, maar u heeft wel een aantal jongeren met loverboy-problematiek. Voorzitter, dat gevecht is nog niet eens begonnen. We kunnen daar dus ook geen oordeel over vellen. Voorzitter, het lijkt ook allemaal een heel groot raadsel. Want je zou toch denken, als je zo'n grote overheveling op touw zet, dan zou je toch denken dat je in één van die transitie, in één van die regio's, in één van die 41 regio's, een pilot start, een proefproject start, om te kijken of het ideaal wat je hebt ook daadwerkelijk in de praktijk zou kunnen werken. En zo'n proefproject voer je dan 1 of 2 jaar. Voorzitter, dat zou een verstandig invoeringsproces zijn. Voorzitter, waarom wij hier staan vandaag is omdat wij hier staan op bevel van Brussel. Op bevel van Brussel
Wordt dit proces getraineerd, wordt macht uitgeoefend en wordt de snelheid opgevoerd. Binnen 7 weken staan we hier. Voorzitter, voor 120 miljoen in 2015 en 450 miljoen in 2017 is dit hele circus van dwang, van spoed, van het opleggen van snelheid in het leven geroepen. Daar doen wij niet aan mee. En natuurlijk vinden wij dat er veel verbeterd kan worden op de jeugdzorg. Maar zoals ik al zei, dat doe je in een proefproject. Dat doe je niet onder druk en onder dwang. Voorzitter, verantwoordelijkheid nemen wordt in het huis vaak gezegd. Maar voorzitter, hoe kunnen wij verantwoordelijkheid nemen als we niet kunnen oordelen over de gevolgen van wat voor ligt? Voorzitter, dat wat begon met de parlementaire werkgroep zal denk ik eindigen in een parlementaire enquête. De zorg wordt afgebroken en het kind wordt letterlijk met het badwater weggegooid. Voorzitter, ik neem mijn 110 A4'tjes weer mee naar mijn plek. En hoop, het parlementaire proces kan ik niet verder vertragen. Ik hoop dat in de richting van de tweede termijn mijn collega's in zullen zien dat dit niet de juiste weg is. Dank u. Dank u. Mevrouw Eijkma. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik had me op een Fidel Castro-achtige betoog van 10 uur lang voorbereid. En ik ben niet de enige. Alle medewerkers hier in de Tweede Kamer, al uw collega's, iedereen heeft zich voorbereid op 10 uur spreektijd. Ik hoor u hier een betoog houden over dat er in de praktijk nog helemaal niks gebeurt. En dat er eerst een proef zou moeten plaatsvinden. Die vinden allang plaats. U heeft zich dus niet verdiept in wat er gebeurt. En u heeft hier de Kamer verkeerd voorgelogen. Mevrouw de voorzitter, pardon, via u naar mevrouw Agema. Vindt u dit nou echt passen bij de beschaafdheid waarmee wij hier met elkaar omgaan? Mevrouw Agema. Voorzitter, mijn collega gebruikt voorliegen en beschaafdheid. Die beschaafdheid heb ik de afgelopen periode hier in dit huis niet meegemaakt. Als het gaat om het doordrukken van dit proces. Mevrouw van den Burg. Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk een heel andere vraag aan mevrouw Agema. Wat is er gebeurd sinds het vorige kabinet? Toen gedoogde u het kabinet. Toen lag er ook een wet voor die heel wat minder ver was dan deze. Toen heeft uw collega Dille... Via mij. Voorzitter. Heeft heel duidelijk aangegeven dat ze op vraag van de heer Diebi... dat ze juist als gedoogpartner volledig achter deze stelselherziening stond. Dat ook dat er geen woordverschil zat met u als mevrouw Agema, zeg maar. Staat expliciet, ik kan u de teksten laten zien. Dus ik zou graag willen weten waar uw geloofwaardigheid is als u gedoogt... dat u wel voor een stelselherziening bent en nu niet, voorzitter. Mevrouw Agema. Voorzitter, er zit geen woordverschil tussen mij en mijn collega mevrouw Dille. Wij zijn niet tegen overheveling. Wij zijn tegen de invoering van deze wet die wij niet kunnen beoordelen. Mevrouw van den Burg. Dan, voorzitter, dan zou ik verwachten dat mevrouw Agema met voorstellen komt, amendementen bijvoorbeeld, over wat ze anders zou willen hebben, waar ze een probleem mee heeft. Die heb ik niet gezien. En als u zegt... als mevrouw Agema zegt dat deze wet niet goed voorbereid is, ik vraag me af hoeveel wetten 1200 vragen beantwoord zijn. En tijd heeft gehad voor het reces, lag de wet er al. Dus hoeveel tijd wilt u nog? En al die experimenten die nu al gedaan worden. Mevrouw Agema. Voorzitter, ik ga deze verantwoordelijkheid niet nemen. Die wil de VVD met de Partij van de Arbeid nemen. Het proces is, daar is druk onder gezet. Als we alleen al kijken naar hoe er in het veld wordt gereageerd hierop. Ik heb er geen vertrouwen in dat, zoals de wet nu voor ligt, dat bijvoorbeeld de organisaties, de zorgorganisaties, niet zullen omvallen. Met een langer invoeringstraject zou dat wellicht wel kunnen. Dus nogmaals, we zijn niet tegen overhevelen. We zijn niet tegen de intenties. Maar wel tegen de druk die op deze ketel wordt gezet. Het loopt gigantisch mis. En dat zou u oog voor moeten hebben. Meneer Voor de Wind.
Nou, voorzitter, ik begrijp dat we dit wetsvoorstel indienen vanwege Brussel, dwang van Brussel. Ik begrijp die combinatie even niet, want deze wet gaat niet over de invoering 1 januari 2014. Er wordt niet bezuinigd in 2014, althans niet in de grote kaders, maar dat gaat vanaf 2015. Ik had me wel verheugd op een doorwrocht verhaal van u, inclusief abonnementen. Heeft u geen enkel blaadje voorgelezen, dat vind ik dan ook nog weer armoede. Waarom geeft u niet gestructureerder aan wat nou uw bezwaren zijn, even los van de financiële kaders, via de voorzitter naar mevrouw Agema, even los van de financiële kaders, welke elementen u graag veranderd ziet van de voorliggende wet? Voorzitter, ik heb zojuist uitgelegd dat ik de wet niet kan beoordelen. En kennelijk kan meneer Voordewind dat wel. Ik kan het niet beoordelen. De transitiearrangementen die zijn er niet. We weten niet wat er gebeurt met de over. U weet het kennelijk wel. U kunt het wel beoordelen. Ik kan het niet beoordelen. Ik voorzie, ik heb geen glazen bol, maar ik voorzie dat tegen het einde van het jaar veel jeugdzorgorganisaties om zullen vallen. En dat er zorginfrastructuur verdwijnt die daarna niet meer op te tuigen valt. En nogmaals, wij zijn niet tegen overhevelen. Wij zijn voor een zorgvuldig invoeringsproces. En om dat nu even op stel en sprong te doen, heeft wel degelijk alles te maken met de Brusselse 3%-norm. En dat er 120 miljoen geleverd moet worden in 2015. En 450 miljoen geleverd moet worden in 2017. En als we voor dit hele proces nou een periode namen tot 2020 bijvoorbeeld, denk ik dat heel veel problemen voorkomen zouden kunnen worden. Meneer Voordewind, tot slot. Ja, voorzitter, mevrouw Agema zegt dat ze de wet niet kan overzien, maar ze heeft, 60 of 70 vragen gesteld in de eerste termijn, in de tweede termijn nog een keer een heel stel vragen. Dus daar heeft ze toch heel uitgebreid op de wet gereageerd. Nu kunnen we met elkaar het debat aangaan, u kan met het kabinet het debat aangaan, u kunt abonnementen indienen. En nu zegt hij na een half minuut spreektijd, ik stop er maar mee, ik gooi de handdoek in de ring. Waarom denkt u niet mee? Kijk, we hebben een rapport gekregen van de transitiecommissie. Die zegt dat er van de 41 zes regio's nog moeten leveren. Nou, ik vind dat al een hele prestatie. Het advies is nog steeds positief. De eindbalans, daar ben ik het met u eens, moet nog worden opgemaakt. Maar ik zie nergens in rapporten, ook niet van de VNG, dat er absoluut de seinen op rood staan. Ziet u dat wel? Mevrouw Agema. Voorzitter, de transitiearrangementen zijn niet bekend. De frictiekosten zijn niet bekend. We weten niet wat de samenhang zal zijn met de WMO en met de participatiewet, kern-AWBZ. Dat is allemaal niet bekend, dus we kunnen het niet beoordelen. En ik vind het daarom onverantwoordelijk dat we hier überhaupt vandaag staan. En meneer Voordewind was al onderdeel van de werkgroep jeugd en misschien wil hij ook onderdeel worden van de parlementaire enquêtecommissie die denk ik op dit onderwerp in het leven geroepen zal worden. Mevrouw Voortman. Voorzitter, GroenLinks deelt de kritiek van mevrouw Agema als het gaat om de bezuinigingen en om hoe inderdaad deze wetsbehandeling gaat. Maar dan nog, hè, mevrouw Agema heeft hier een stapel 110 A4'tjes voor zich liggen. Ik neem aan dat daar de visie van de PVV in staat als het gaat om wat er moet gebeuren met de mensen die werken in de jeugdzorg. Als het gaat om wat er bijvoorbeeld moet gebeuren als het gaat om mogelijkheden voor een persoonsgebonden budget. Bijvoorbeeld als het gaat om de cliëntondersteuning. Ik neem aan dat mevrouw Agema een uitgebreide visie heeft op die jeugdwet. En ik wil haar vragen om in ieder geval op een aantal onderdelen aan te geven wat volgens haar moet gebeuren op dit onderwerp. Ja, dit hele proces moet gestopt worden en uitgesteld worden. En mevrouw Voortman en ik staan wekelijks met elkaar in debat. En we hebben hier over het onderwerp zelf ook al verschillende debatten gehad. En ik kan herhalen wat ik heb gezegd. Maar ja, dat neemt niet weg dat wat we hier vandaag staan te doen zoveel gaten in een Titanic slaan dat volgens mij dit schip nog voor 1 januari 2015 op de bodem ligt. En ik wil daar niet mede verantwoordelijk voor zijn. Maar voorzitter, mevrouw Agema heeft haar medewerker niet voor niets zo hard laten werken. Dus ze zullen toch ongetwijfeld, op die enorme stapel A4'tjes, zullen toch ongetwijfeld ideeën staan. Waarom wil mevrouw Agema die dan in ieder geval niet met ons delen? Ik bedoel, ze zou toch niet de verdenking op zich willen laden dat er helemaal geen concrete ideeën op die A4'tjes staan? Mevrouw Agema. Ik ga niet marchanderen met de jeugdzorg. Ik ga niet een beetje meedoen met een paar ideetjes
hopen dat ik nog een amendementje aangenomen krijg. Terwijl mijn overtuiging is dat dit helemaal spaak loopt. Dank u wel.